Meisdier, leuk je kijken in de Korte Week horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 11. En dat is van maandag 13 maart tot en met zondag 9 maart. Naar de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het hier alsof week 11 voor jou een week is waarbij je even wat dingen voor jezelf aan het onderzoeken bent. Het lijkt zelfs alsof je misschien wel even wat kritisch bent om dingen echt onder de loep te nemen. Van sta ik nog wel daar waar ik wil staan? Moet er misschien nog een bepaalde uitspraak komen over... Noem het maar op. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld iets van een dokter bij moet komen. Het kan ook zijn dat er iets van een advocaat moet komen. Het lijkt alsof er een bepaalde uitspraak moet komen van iets wat je zelf aan het onderzoeken bent. En dat je dan eigenlijk verder kan. Dus je neemt even die soort pas op de plaats waarin je echt heel kritisch kunt zijn. En kritisch kunt kijken naar jezelf. Wel op een positieve manier, maar wel op een positief kritische manier dus eigenlijk. En dan eigenlijk lijkt daar echt een gedegen iets uit te komen waarbij je echt hebt van ik mag aan de slag, ik kan aan de slag, ik weet waar ik sta en ik hoef eigenlijk nergens meer op te wachten. Dus het is meer een stukje alsof je misschien even wat aan het wachten was en nu eigenlijk ineens een soort startschijn krijgt voor jezelf om echt te weten van ik ga daar ergens naar een bepaald doel toe werken en ik heb daar ook alle startmiddelen voor nodig die ik heb en ik heb eigenlijk nu ook echt een soort waarschuwing gekregen of misschien is het juist wel een soort heel positief bericht gekregen, maar het is in ieder geval naar heel kritisch kijken, heb je daar voor jezelf echt besloten om ermee aan de slag te gaan en daar word je dan weer super enthousiast van. Dit was weer de Korte Week horoscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.